Hey, welkom bij een nieuwe video van Wally de Pony. En leuk dat je kijkt. Wij zijn al onderweg naar stal. Het is 11 uur. En het is vandaag zondag. Normaal ga ik op zondag een buitenrit. Maar ik heb eigenlijk deze week weinig vrij zoals we gedaan. En best wel veel gereden, omdat deze week nog ging met de warmte. Maar nou wil ik hem eigenlijk... Nou wil ik hem eigenlijk toch vandaag wel vrij zoals hier doen. Dus ik denk dat ik dat ga doen. En als er iemand in de bak is, dan ga ik misschien toch wel buiten het. Maar daar kijk ik even. In ieder geval heb ik een nieuw beloningstasje. Deze gebruik ik dan voor vrij zoals hier en die andere voor een buiten het. Want dat vind ik dan makkelijk. En ik krijg waarschijnlijk een nieuwe babypad. Ik ga waarschijnlijk een nieuwe babypad kopen, maar daar word ik volgende week over gebeld als hij binnen is. En ja, nou op naar Wally. Toen ben ik vrijstelsuur op stal gaan doen en dadelijk zul je zien dat Wally er zo van uit wil naaien. Maar dat komt omdat de paarden in de wei begonnen met rennen en hij wou mee rennen, dit dus. Maar gelukkig had ik hem nog, want er was nog een kleiner meisje in de bak. Dus ik ben heel blij dat ik hem nog vasthield. Want Wally is ook heel goed in zichzelf los te trekken. Ik ben met Wally voornamelijk bezig met het compliment en het buigen om het verschil ertussen te weten. En ik heb ook heel veel met het liggen geoefend. Omdat hij heel vaak als hij ligt gaat hij of meteen rollen of hij staat meteen weer op. Ik heb ook het compliment en het buigen geoefend met mij erop. Want ik wil dat hij dat verschil heel duidelijk weet ook als ik erop zit. Want hij haalt ze nog steeds, zeker als ik erop zit, echt door de war. Ook heb ik de Spaanse pas met mij erop geoefend. Wally doet hij altijd maar hele kleine stukjes goed. Maar ieder klein stukje is een stukje en wordt van ijs wel groter. Ook met cirkelen zelf heeft hij altijd maar hele kleine stukjes. Dat hij de Spaanse pas gewoon goed doet. En daarna wordt hij eigenlijk een beetje lui. Maar ja, dat vind ik ook niet heel erg. Want het is best wel zwaar. En ja, maar hij snapt in ieder geval wat ik wil. En daar ben ik heel blij mee. Right there. Ik wou Wally hier eigenlijk laten liggen dat ik kon afstappen, maar zodra dat hij zijn koekjes had, stond hij eigenlijk ook meteen weer op. Dus ja, toen had ik eigenlijk niet echt tijd meer om af te stappen. Wat natuurlijk niet erg is, want daarna ben ik er gewoon afgesprongen. Hier oefen ik met Wally berggeit, dat doet hij op het blok eigenlijk beter dan op de grond. Omdat hij op de grond niet zo heel goed weet hoe dichtbij hij moet staan en op het blok heeft hij een bepaalde ruimte. Maar hij doet hem echt al super goed en ik ben er echt heel blij mee. Ik tik Wally wel eens op zijn borst als ik hem wil vragen te stijgen. Omdat hij dan beter snapt wat ik bedoel. Dan wordt hij eigenlijk een beetje boos en dan gaat hij wat beter omhoog. Dus als je dat ziet, ik geef hem dan vaak wel eens een klein tikje op zijn borst. Niet hard of zo. Maar puur omdat hij dan iets bozer wordt van dat ik hem een tikje geef. En dan wordt hij boos en dan doet hij het beter. En zo, ja, doet hij hem gewoon beter. En kan ik hem dus ook eigenlijk belonen voor wat hij goed doet. Ik heb met Wally ook berggeit op blok geoefend dat hij langzamer op het blok opstapt. Want Wally doet dat wel eens zo snel dat hij er eigenlijk bijna ook weer afvalt. Omdat hij het gewoon te snel doet. Dus daarom heb ik dat ook geoefend. Oké, ik ben er even bij gaan zitten. Ik ben net nog naar opa en oma geweest. En daar heb ik... paardenpleinmuur opgeruimd. Ik heb daar vroeger altijd super veel mee gespeeld. En nu ligt het echt al een hele tijd bij opa en oma niks te doen. Eigenlijk super zonde. Dus dan wil ik gaan verkopen. Ik ben trouwens heel even op mijn telefoon aan het kijken. En ik heb jullie gevraagd om wat vragen te stellen via Insta. Ik dacht het is wel leuk om dat hier nog in de video te doen. De eerste is, heb je al wedstrijden gereden? Ik heb al heel veel wedstrijden gereden. Met Wally heb ik er nog maar 2 gedaan. En dat komt omdat ik
zelf moeten rijden met de trailer en ik heb geen rijbewijs. Dus ik heb 2 keer iemand anders gehad die me bracht. Heb je ooit getwijfeld om Wally te verkopen? Nou, zoals sommigen van jullie weten, had ik Wally eigenlijk gekocht om door te verkopen. Dus echt getwijfeld, niet echt. Maar in het begin was dat wel de bedoeling. En na een paar weken dacht ik echt, never. Hoe ben je aan Wally gekomen? Nou, Wally die stond op het bedrijf waar ik werkte. Op de handelstal waar ik toen die tijd werkte. Wat is je springrecord? Mijn springrecord is 1,20. Hoe oud is Wally? Wally is 5 jaar. Hoe lang heb je Wally? Ik heb Wally nou... Moet ik even kijken, het is juni. 2 jaar en... En iets van 3 of 4 maanden. Waarom heb ik Wally naar een film genoemd? Nou, Wally heet officieel Walter van de Stiphoutse Hoeve. Ik vind dat niet zo'n hele leuke naam. En ik hou heel erg veel van Disney films. Mijn hond heet bijvoorbeeld ook Angel. En dat is de vrouwelijke versie van Stitch in de... Van Lilo en Stitch. Dus die heb ik ook naar Disney film vernoemd. En daar heb ik met Wally ook gewoon gedaan. Want ja, dat was eigenlijk het eerste waar ik opkwam met een W. En dat was eigenlijk van de Disney film Wally. Ook heb ik dilemma's gevraagd. Die heb ik meer binnengekregen. Altijd zonder zadel en hoofdstel rijden of nooit meer rijden? Nou, ik zou dan altijd zonder zadel en hoofdstel rijden. Ik zou het ook niet erg vinden om niet te rijden. Maar Wally kan ik zonder zadel en hoofdstel rijden, dus dan zou ik dat doen. Springen of dressuur? Nou, ik ben echt springen. Lange manen of korte manen? Ik hou meer van korte manen. Even nog een paar leuke zoeken, een paar die niet zo leuk zijn. Een Shet of een Wels? Ik vind Wels ponies leuker dan Shetlanders. Altijd met natte sokken lopen of altijd met een nat shirt? Ik zou echt gaan voor natte sokken, want als het dan warm is, dan is het echt, ja, fijn. Oké, als het koud is, is en een nat shirt, maar ook natte sokken niet fijn. Plus niemand ziet het, en anders ziet het eruit alsof je het gezweet. Als je een van de volgende keuzes moet bij Wally, wat doe je dan? Fjordenboog knippen of lange manen? Oh, die vind ik moeilijk. Oh, wat stom. Ik zou fjordenboog wel echt oprecht een keer willen proberen. Ik ga dat echt niet doen, want dan kan ik echt janken. Maar ik denk dat Wally daar echt oprecht goed staat. Maar ik denk dat ik dan wel echt voor lange manen ga. Want dan heb ik liever dat ik nog een beetje kan, dat ik nog kan tutten met zijn manen dan dat al strak moet zijn. Want ik knip wel recht, maar Wally's manen zijn super dik. Dus als ik dan niet recht knip, dan zie ik het meteen. En bij zo'n fjordenboog, dan blijf je ook echt... best wel lang zien totdat het weer heel erg is aangegroeid en met lange manen dan minder. Een stomme baan en veel verdienen of een leuke baan en weinig verdienen? Ik zou dan liever een leuke baan en weinig verdienen. Dus daarom. Gymnasiumniveau en geen vrienden of basisniveau en veel vrienden? Ik zelf heb kader gedaan. Dat is echt eigenlijk het ene laagste. En daar heb ik... Ik kon gemengd theoretisch aan, maar dan moest ik leren. Ik wou niet leren, ik wou met vrienden omgaan. Dus ik deed liever een niveau lager dan dat ik geen tijd had voor mijn vrienden. Dus ik zou liever op basisniveau en veel vrienden dan gymnasium en geen vrienden. Hoog niveau rijden, maar geen band met je paard. Of een laag niveau met je paard en wel met band. Ik zou dan liever een laag niveau met mijn paard rijden, terwijl dat je wel een band hebt, dan dat je geen band hebt en een hoog niveau rijdt. 1 minuut gratis winkelen in een paardenwinkel of 500 euro cash? Ik denk wel 1 minuut gratis winkelen, want ik denk dat ik er binnen een minuut wel echt dingen heb gegooid die alles bij elkaar meer dan 500 euro zijn. En sowieso gaat bijna al mijn geld toch uit aan paarden. Een paard of een pony? Nou, ik ga liever voor een... Ik zou wel, als ik nu moest kiezen, voor een paard gaan. Maar ik vind een pony wel altijd leuk. Ik ben wel meer een ponyruiter, maar ik hou ook van echt grote paarden. Dus ik heb het van alle twee een beetje, maar ik zou dan eerder een paard kopen dan een pony.
stoppen met paardrijden of nooit meer je vrienden zien. Nooit meer aan mijn vrienden zien. Ik moet eerlijk zeggen, ik doe sowieso buitenstal niet echt heel veel met vrienden. Ik ga soms met Nino van Sterretje wel een keer ergens lunchen of een keer ergens winkelen. Maar eigenlijk doe ik toch niet eens zo heel gek veel met vrienden. En de vrienden die ik heb, die doen zelf vaak ook iets met paarden. Dus als we afspreken, is het op stal. Dus ik zou dan eigenlijk gaan van nooit met mijn vrienden zien. Maar stoppen met paardrijden doe ik echt niet. Wally verkopen voor een sportpaard of Wally houden en nooit meer een ander paard kopen. Nou, als je me dit 2 jaar geleden had gevraagd, dan was het Wally verkopen en voor een sportpaard. Want dat was de bedoeling wat mijn Wally eigenlijk, waarom ik Wally had gekocht. Maar ik heb mijn Wally zo onwijs goede band dat hij niet meer weggaat. Zoals nu voor een sportpaard, want dan heb ik liever dat ik mijn Wally koudbloedwedstrijd rijd. Of lekker tussen de paarden en BB rijd. Een super luxe paardenstal met alles erop en eraan. Of je droompaard die alles kan. Dit is lastig. Als je me het echt nu zou vragen, dan zou ik liever echt een luxe stal hebben. Met alles erop en eraan dat ik Wally daar neerzet. Want ik weet wel dat als Wally daar... Nee, niet als Wally dadelijk. Als ik dadelijk shows geef, dat Wally eigenlijk mijn droompaard is. Want vroeger keek ik echt op naar iedereen die vrijheidsdressuur keek. En dat was niet omdat ik vrijheidsdressuur per se zo leuk vond. Maar dat was omdat ik het band tussen mens en paard zo mooi vond. Want ik ben eigenlijk altijd springruiter geweest. Een veulen of een paard van 20? Ik zou gaan voor een veulen. Ik hou sowieso van jongere paardjes. Dus dan zou ik sowieso sneller voor een veulen gaan. Alleen op het strand rijden of alleen in het bos? Ik zou alleen in het bos. Want ik vind het strand niet zo bijzonder. Het is altijd hetzelfde. Het is water, wind en zand. Terwijl in het bos heb je bomen en heb je nog vogeltjes die fluiten. En komt er nog wel eens een hertje voorbij gesprongen. Ik vind het bos vind ik veel gezelliger dan het strand. Het strand is echt een onwijs leuke ervaring, hoor, daar niet van. Maar ik zou liever dan alleen in het bos willen rijden. Een halfling of een fjord? Ik wou vroeger, dit ben ik serieus, ik schreeuwde vroeger dat ik geen halfling wou, want ik kon niet springen. Maar het leek me wel heel gaaf om een halflinger gekruist met een fjord te hebben. Want ik vond een fjord zijn manen altijd super leuk. Maar bij een halflinger is het karakter leuker. Dus ik wou ze altijd gecombineerd hebben. Maar als je me het eigenlijk vraagt, dan zou ik wel eerder voor een halflinger gaan. Yes of Sweden of Estland Stockholm? Ik heb met alle twee geen ervaring. Ik vind alle twee mooie dekjes. Ik moet wel zeggen, volgens mij bij PS of Sweden staat er volgens mij, als ik het goed heb, want dat weet ik niet zeker, maar dat heb ik ooit gezien. Staat er een quote bovenop die rand. Dat vind ik zo leuk en dat past echt bij mij. Dus ik denk dat ik wel eerder voor PS of Sweden zou gaan. Maar ik heb met alle twee die dekjes geen ervaring, want ik rij alleen met Lemieux. Is er toevallig nog een die dat ik... Nee, ik heb eigenlijk alles gedaan die echt leuk zijn en die niet zo heel leuk zijn overgeslagen. Maar dit waren een beetje de dingen. Ik dacht, dat vind ik ook nog leuk om hier in de video te doen. Omdat ik had eigenlijk gisteren ook nog gefilmd. Want ik wou gisteren en vandaag filmen. Maar ik ben gisteren op stal helemaal vergeten te filmen. Dus ik heb alleen maar van dat ik in de ochtend naar Emmers toe ging. Naar Emmers in België. Voor die Berberpep. Voor die bareback pet kijken hoe ik rot word. Maar dat ze hem niet hadden liggen en dat ze hem hebben besteld. En dat ik hem dan, dat ik volgende week word gebeld als hij binnen is. En dan mag ik nog zeggen of ik hem wil of niet. Waarschijnlijk ga ik gewoon zeggen dat ik hem wil. Maar in ieder geval kan ik volgende week ook waarschijnlijk een nieuwe bareback pet. Want als het niet bij Emma's is, dan koop ik hem bij de Applejack. Problem opgelost. Verder. Is mama nou aan het koken en gaan wij daar lekker eten. Yummy, yummy, yummy. En eigenlijk moet ik mijn kamer nog opruimen. Want ik heb hier aan de zijkant een kast staan. En met allemaal laadjes erin. En er zitten voornamelijk beauty dingetjes in. Maar ik heb 1 la vol met paardenboeken. En ik heb van de week die paardenboeken uitgezocht. Maar dus alles eruit gegooid en niet alles terug erin gedaan. Want alles past precies in die mand, dus dat is echt een gepuzzel. Dus stel ik iedere keer uit. Plus ik heb weer allemaal dekjes te koop gezet die nou ook gewoon letterlijk daar op een stapel liggen. En het is echt een rotzooi. Dus ik denk dat ik even snel ga opruimen.
Dit is gewoon letterlijk een stapel paardenboeken. En dit is niet eens alles, want ik heb dus beneden ook nog boeken liggen in de boekenkast. Maar die zaten dus hier allemaal in. Maar die mand, die staat echt in dat hoekje. Dus dan moet ik eerst heel deze kast naar die kant toe schuiven. Om dan die lader in te doen, die echt verschrikkelijk zwaar is met al die boeken. Maar dat ga ik nou wel echt doen, want het ligt hier echt zo hard in de weg. Dus dat eerst. Ik ben achteraf natuurlijk weer eens vergeten de video af te sluiten. Dus bij deze, hopelijk vonden jullie het een leuke video en tot de volgende keer. Doei!